Al 3 dagen lang willen we alles zien en weten over de ontwikkeling in Oekraïne. Natuurlijk, de een zit voor de tv de hele dag. De ander blijft zijn Twitterfeed refreshen. En de ander luistert, zoals u gelukkig, naar de radio. Weer een nieuw interview naar een nieuwe invalshoek op de social media. Er zijn ook influencers. Afijn, er is er een aangeschoven. Dat ziet u ook wel. Influencers die hun volgens normaal up-to-date houden van mode, make-up en self-care. En die nu uitgebreid stilstaan bij de oorlog in Oekraïne en het laatste nieuws delen. Bij mij is aangeschoven Esmee Bakker. Die kun je kennen van @selfcare is wealthcare. Welkom, mevrouw Bakker. Dankjewel, Dolf. En smile even naar alle followers hier, want we zijn live. Hallo! Oké, ja, we zijn zeker live op hashtag NPO, Oekraïne. NPO Radio 2. Nee, sukkel, ik bedoel Insta live. Oh, hier, Duckface. Selfcare is wealthcare, dus gaat nooit over grenzen zoals Poetin nu wel doet. Oké. Esmee, hoe heb jij de afgelopen dagen het conflict gevolgd? Nou, het is zo heftig. Ik bedoel, die eerste bommen kwamen al om, 5:00 PM. En ik moest nog helemaal in de make-up. En het was super zwaar om alles te combineren. Dus ik was niet eens geblend en ik stond al voor de camera super heavy. En jij doet verslag? Ja, vanuit huis of vanuit sportschool of vanuit de juice bar. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dan wens ik ze bijvoorbeeld kracht toe, ja, tijdens mijn krachttraining. Dat combineer ik dan. Oké. En zitten mensen daar ook echt op te wachten, Esmee? Ik heb duizenden followers. Ik krijg overal likes en hartjes en mensen die echt met me meeleven. Ja, maar ik neem aan dat ze vooral meeleven met de mensen in Oekraïne. Zeker. En ik interview bijvoorbeeld slachtoffers, daar ga ik live mee. Heb je contact met mensen in Kiev? Of? Nee, dat niet. Nee. Maar bijvoorbeeld Sanne, een goede vriendin van mij, die was dus laatst nog op Seagate. Mm-hmm. De laatste keer dat het kon. En voor haar merk je wel, het komt echt heel dichtbij. Ja. Seagate ligt in Budapest. I know, heel dichtbij. Echt super heavy. Oké. En waar praat je dan nog meer over? Nou, ik krijg heel veel vragen waar ik dan antwoord op probeer te geven. Mensen zijn allemaal zo bang voor een wereldoorlog en dat ze ook moeten vluchten. En dan hou ik ze gewoon down to earth. Ik geef tips. En wat voor tips? Nou, bijvoorbeeld als je je koffer gaat inpakken, stop je sokken in een apart vak van je conditioner. En vergeet de wattenstaafjes niet in je toilettas. Dus ik hou ze echt bij de essentials. Dat soort tips wil jij dan? Ja. Ja, kijk, en wij hebben niet echt schuilkelders of zo. En persoonlijk zou ik ook nooit schuilen in de metro. Echt super goor. Maar neem dan de KFC, dat is altijd schoon. Een vriend van mij werkt daar en hij maakt altijd echt super schoon. En bijvoorbeeld op het station, daar is de HEMA altijd wel handig. Ja. Daar verkopen ze ook allemaal juices en zo. Dan kan je wel een beetje veilig zijn, maar ook niet uithongeren. Nou, ik hoop voor je volgers dat er hier in ieder geval nooit een oorlog komt, Esmee. Oh, en we gaan natuurlijk morgen demonstreren op de Dam, toch? Komen jullie ook allemaal? En daar heb ik allemaal tips en tricks voor. Tips en tricks zoals? Nou, wat is de beste outfit om in te gaan demonstreren? Want okergeel kleedt niet echt af. Dus zorg ervoor dat jij in blauw bent en je vriendin in okergeel. Duidelijk. Nou, ik merk dat je echt betrokken bent bij het conflict. Op een manier die ook, denk ik, bij jouw volgers past, merk ik. Sowieso. Ik ben ook heel opgelucht over de sancties van de Swift en zo. Swift? Nou, ik heb een Swift en die wilden ze gaan verbieden. Maar mijn Suzuki is echt alles voor me. Oké, nou, ik ben heel blij voor je. Voel je ook, deze grappen zijn nog iets te vroeg, Dom. Dat zou zomaar kunnen, maar heb je nog een tip voor de jonge luisteraar? Het voortbestaan van de Nord Stream wordt bedreigd door de geopolitieke spanningen en de militaire escalaties. Dus de leveringszekerheid van gas is nu niet meer gewaarborgd. Dus laat ze feest zitten. We moeten over op elektrisch. Oké. Dus ik heb nu een supermooie collab met een geweldig merk. De Longy Eye Launch. Op een elektrische kachel dus? Nee, elektrische tandenborstels. Want self-care is wealthcare. 50% korting met de code via de link in de comments below. Het is radio. Vergeet niet te liken en te subscriben. Esmee, dankjewel. Tot ziens. NPO Radio 2.